Ja, ik heb stukken 5 lijsten met in elke lijst 100 mensen. Ja. En het is maar net wat je interessant vindt. In mijn asiel- en migratielijst zitten allemaal mensen op dat vlak. En ik van links tot rechts, hè, want ik vind het van belang om van beide kanten van het spectrum te horen hoe ze naar zaken kijken. En zo heb ik een zorglijst, een CDA-lijst. Een politiek algemeen. Politiek algemeen heb ik. Nou mis ik er nog één, maar zo zit het in. Dus, maar net, ja, dat stel je dan, zo'n vraag stel je dan nu aan mij op maandagavond om 7:10. Ja. Ja, en dan, dus ik haal mijn Twitter-app open. En het eerste waar ik op stuitte was Gert van Dijk. Gert van Dijk is iemand die heel veel verstand heeft van medische ethiek. Maar, zoals ik net zei, ik volg de ene kant en ik volg de andere kant. Als je die gaat volgen, moet je ook Theo Boer volgen. Oké, wie is hij? Hij is, ik ben zo slecht in dit soort dingen. Een hoogleraar, heel erg geleerd, ook op dit vlak. En die twitteren ook met elkaar. Dus als er dan weer iets aan de hand is... Ja, Klaas en Katrijn-achtig. Ja, juist, maar dan hoogstaand, medisch-ethisch. Ja. Mooi. En dat is echt ongelooflijk interessant. Ja. Ik ben heel lang woordvoerder medisch-ethiek geweest. Dus daar heb ik ze ooit op gedaan. Vandaar je passie. En ik wil ze niet meer kwijt. Want het zet je zo tot nadenken aan. Ja, mooi. Nou, dan natuurlijk, zeker op dit moment, Wiert Duk. En waarom? Omdat ik Wiert een van de weinigen vind die op wat meer... rechts zou je dan moeten zeggen, wat conservatieve wijze kijkt naar het hele vraagstuk van integratie en migratie. Hij heeft het niet makkelijk nu op Twitter. Hij heeft het niet makkelijk nu, maar ik waardeer ongelooflijk zijn insteken in deze hele discussie. Omdat het andere uiterste, laat iedereen maar hier lekker naartoe komen die hier naartoe wil komen en het komt allemaal vanzelf goed, is zeker niet waar. Ja. Dus ik zit er een beetje tussenin. Dus, hij laat heel erg mooi die andere kant van deze discussie zien. En dan moet je natuurlijk Harald Doornbos volgen. Ja, ja, die is een beetje verpitterd aan het worden de laatste tijd, vind ik. Hij is scherper. Maar dat komt. Hij heeft een Arabische vrouw, om maar eens even zo te kwalificeren. Hij maakt het allemaal mee. En hij is als journalist ook ter plekke geweest in Syrië. En van daaruit twittert hij daar dus ook over. Het zijn soms 40 tweets achter elkaar. Daar moet je echt even voor gaan zitten, even gaan lezen. Maar dan krijg je van iemand die er echt middenin zit, krijg je te horen hoe het in elkaar zit. En ik vind dat bijzonder. Hij vindt ook vaak dat we maar één kant zien hier. Ja. En dat vind ik ook heerlijk van hem, omdat hij zegt van jongens, jullie zien dit, maar dit is wat wij zien. Ja, en ook met name, een tijdje geleden was er een hoogleraar Bakker die vond dat we al die jongens die daar geweest waren hier maar naartoe moeten halen en dan een cursus en een woning en dan komt het allemaal wel goed. En Harald Doornbos is daar ter plekke geweest en die heeft gezegd, die IS-jongens, dat zijn de SS'ers van na de Tweede Wereldoorlog, mensen... Let op uw zaak. Zo simpel is het gewoon niet. Ja. Nou, dit is allemaal heel zwaar en heel erg ingewikkeld. Heb je nog een guilty pleasure? Ik heb vele guilty pleasures. Maar het bepalende van een guilty pleasure is dat je mag lekker voor jezelf moet houden. Ja, oké, goed zo. Wat gewoon een hele leuke pleasure is, dat is het Twitter-account van de History Lovers Club. Oké. Dat is een account waar allerlei oude foto's achter elkaar de hele dag doorgezet worden. Ja. En daar zitten... echt juweeltjes bij. En het Twitter-account, als je gewoon even in Google invoert, History Lovers Club, en dan Twitter, dan komt vanzelf het Twitter-account op. Want ik geloof dat in History wordt uitgebreid geschreven, Club ook, maar ik geloof dat Lovers alleen de LV, de R en de S is. We gaan hem even retweeten. Doe hem, want het is echt, het is een plaatje. Nou, wat goed dit.